Hallo jongens, en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier en de rest. Doe alvast jongens een blauw duimpje omhoog en abonneren zou helemaal geweldig zijn, want we gaan er weer stevig tegenaan jongens. In deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier en de rest jongens. Vandaag zijn we op een hele prachtige mooie plaats jongens. Kijk maar even naar achter. En eigenlijk jongens, zou je nu denken dat we dus in het buitenland zitten? Bijna. We zitten vlak tegen de Duitse grens aan. Achter mij is de Duitse grens. Maar ik ben vandaag in Gelderland. Bij het hele prachtige mooie natuurgebied jongens. Kijk wat mooi. En wij gaan vandaag hier weer kijken jongens wat we voor moois kunnen tegenkomen. Vanaf het begin jongens heb je al van dit soort hele prachtige mooie weilanden. Wat natuurlijk gewoon ontzettend mooi is. Gewoon bijna denken dat je echt gewoon in het buitenland zit. Maar dat is bijna het geval. Maar eerst jongens gaan we kijken of we iets moois kunnen tegenkomen. We hebben best wel een paar koude dagen gehad. Maar toch hebben we nog een paar mooie dagen zoals deze. Met heel mooi weer. Hier bos in. Grappig is jongens. Men zegt dat Nederland ongeveer uit 11% uit bos bestaat. En als je dan in zo'n bos loopt, dan geloof ik eigenlijk bijna niks van. Maar toch, als je dan een beetje om de omgeving kijkt, klopt het ook wel. Het is toch best wel jammer, want Nederland heeft toch wel hele mooie natuur. Als Nederland een beetje zulke natuur zoals dit had, zou het er toch wel een heel stuk anders uitzien dan nu. Want het is toch wel prachtig. Ik ben hier zelf nog nooit geweest, dus ik heb geen flauw idee wat we gaan aantreffen jongens. Wat me opvalt is dat er nog wel heel veel insecten hier zijn. Wat best wel prettig is voor mij sowieso. Mooi. Om de verschillende wegen op gaan. Bos in. Een prachtig mooi bos. Kijk, daar loopt het al gelijk omhoog. We zien echt jongens een enorme variatie aan bomensoorten. Weet je, er staan eiken hier, er staan dennenbomen, er staan noem maar op. Weet je, je ziet er helemaal hoe hoog ze gaan. Hè? Ze zijn zo ontzettend hoog. En dat vind ik zo leuk van deze bomen, is dat ze gewoon gelijk zo in één keer naar hoog groeien. Ook een heel mooi gebied jongens voor verschillende soorten dieren zoals reeën, vossen, dassen. Weet je, alles wat hier leeft, weet je, eekhoorns ook. Dus heel, als je geluk hebt jongens, kan je hier dus een rode eekhoorn spotten. Ik denk dat de kans nu wel klein is, dus, maar ik heb al een paar keer geluk gehad. Dus heel mooi. Dan kan je best wel zo'n hele mooie foto maken vanaf onderaan. Dit is een heel mooi gezicht. Zie je jongens dat het hele bos bij de bomen staat helemaal vol met varens. Helemaal vol met varens. En het leuke jongens van varens is dat zij ook een hele unieke manier hebben om hun zaden te verspreiden. Vorige keer noemde ik dus drie dingen op.
door de wind, weet je, insecten. Varens hebben een heel andere mooie manier om dat te doen. Zij doen het namelijk via sporen. En die sporen zitten meestal aan de onderkant van het blad. Ik weet niet of deze het nog heeft. Altijd even kijken. Maar aan de onderkant zouden die sporen zitten. Maar goed, het begint langzaam herfst te worden. En je ziet dat hier en daar ze ook al een beetje bruin worden. Dus echt een beetje meer in het, een beetje van de zomer doen ze dat volgens mij. Ik schrok. Oh, ik dacht jongens dat er een beest zat, maar dat was dus die varen die echt zo over die grond woerde, weet je. Dan denk je toch dat er iets weggleed of wegschoof. Dat is dus een varen. Zonderig. Even kijken jongens of we nog iets moois qua beestjes kunnen tegenkomen. Even bewegen. Nou, kijk jongens, hier hebben we een mooie bramensprinkhaan. Lid van de sabelsprinkhanenfamilie. Net zoals bij de sabelsprinkhanen hebben zij dus een legboor. Kijk, dus een vrouwtje kan dat legboor bij haar zien. Deze soort jongens vind je veel langs waterkanten en ook bij dit soort stukjes. En vooral op plaatsen waar dus bramen zijn. Vandaar dus haar naam bramensprinkhaan. Mooi beest. Ik dacht jongens, daar heel hoog in de boom zit een enorm groot nest. Volgens mij een vogelnest. Het zou kunnen dat het een nest zou zijn van eksters of van een roofvogel. Het is wel echt een groot nest hoor. Gelukkig leggen ze nu geen eieren meer, want ik denk als ik op deze afstand zou lopen en er zou een roofvogel of eksters in zitten, dan zouden ze dus alles doen om het te verjagen, terwijl ik dus gewoon aan het wandelen ben. Maar dat is dus wel het instinct. Maar het is wel groot hoor, nest. Heel prachtig mooie camouflage jongens. Deze nachtvlinder valt gewoon bijna niet op, want hij dezelfde kleur van de boom heeft waarop hij zit. Echt geniaal. En ook heel mooi, moet je kijken. Hele mooie kleuren jongens. Prachtig. Ik hou echt van dieren die zich zo mooi kunnen camoufleren als deze. Oké jongens, zijn nog iets. Daar zit ze. Een hele grote hommel. Zo te zien een koningin denk ik. Want ze is echt super groot. Prachtig. Het bijzonder van hommels jongens is dat ze net als wespen dus meerdere malen kunnen steken. En bijen die kunnen dus maar één keer steken. Ondertussen komen we uit jongens op een mooie, beetje open plaats. Wel even leuk om te zien. Misschien dat we hier nog iets kunnen zien, iets moois. Er ligt een metalen plaat jongens. Hier kan altijd wel iets interessants onder zitten. Dit is wel een hele favoriete plek van reptielen om hieronder te zitten. Ja, niks. Echt gewoon helemaal niks. Dan leg je weer op de plaats terug, zoals er lag. Wel jongens, zitten wel heel veel van soorten heidelibellen. Kijk, op dat stuk zit er eentje. Dit is wel mooi jongens. Dit is de soort die ik bedoel. Ik zit echt achter hem, maar hij zit lekker te genieten van het zonnetje. Je ziet, vleugels gespreid. Heel mooi. Ze kleuren zijn een beetje verschillende kleuren. Aan de onderkant de kleuren ze een beetje blauwig. De rug wat meer bruin. Ik kan nog zien jongens. Wel, het is een toproofdier om insecten als het om snelheid gaat. Wauw, moet je kijken jongens. Wauw. Dit is wel een heel mooi stuk. Heel mooi zicht hier jongens. Op het platteland hier. Zo'n mooi stuk. Daar jongens. Ik moet zeggen jongens.
Ik heb gewoon echt niet meer het gevoel dat ik nu in Nederland ben als je hier kijkt naar dit prachtige mooie stuk. Ondertussen lopen wij op zoek naar een soort uitkijktoren, genaamd de Hulzenberg of zoiets. Ik ben echt zo slecht met die namen. Dan ben ik even aan het kijken wat ik kan vinden. Nou jongens, dan echt gewoon iets meer dan bij een gewoon een half jaar gelopen hebben we eindelijk de uitkijktoren gevonden. En dat is dus daar. Gewoon, het is zo'n groot gebied jongens. Door het hele bos hebben we dit dus al lopen zoeken en uiteindelijk ook op het hoogste stuk hebben we eindelijk de uitkijktoren gevonden. Ik ben heel benieuwd wat het uitzicht daar is. Zo te zien dat de hoge toren, kijk maar. Wauw jongens, daar is hij. De uitkijktoren van de Hulzenberg. Oh, hij is echt hoog. Hij is hier. Nou jongen, dat is hem. De toren. Prachtige mooie toren.